Yo, mijn naam is Jonas Rikaert, renner bij Alpecin Phoenix en momenteel aan het koersen in de Ronde van Polen. Ik zal jullie meenemen om enkele beelden te maken naast de koers. Momenteel zijn we op weg naar het hotel. Het zijn lange dagen, want de start is pas om 2 of 1:30 geweest. Lange koersen neer, 220 kilometer, dus dat wil zeggen pas om 8 uur in het hotel. Nog massage en heel laat eten, rond 10 uur denk ik. Ik zit momenteel in de auto met onze jongster, Ben Tullet. En onze Swanny, Kenny de Haas, meer bekend als Soef. Ook voor onze mechaniekers zijn het lange dagen. Als je kunt zien, ik weet niet of je ziet. Die mogen straks ook nog een paar uurtjes aan de fietsen werken en kuisen. Niet dat er zoveel werk zal zijn, want de baan lagen droog, maar ze mogen toch een keer opblinken. Voilà, 8 uur aangekomen op het hotel. Redelijk laat. De mechaniekers gaan beginnen aan de gang te steken. De Eddy is er klaar voor, denk ik. Volledig klaar. Man. Voilà. De fietsen van vandaag. Oh ja, reservefietsen. Daar hebben we mee gereden met deze fietsen. Nick, klaar voor nog een paar uurtjes werk? Altijd klaar. Ik ga nog een keer bij de ploegleider passeren. Bart, content van vandaag? Nee, ik niet. Nee, niet content? Ja, kijk, morgen een nieuwe dag. We zullen morgen proberen beter te doen. Goed, joh. Het leven van een keur is eigenlijk simpel, hè. Je slaapt s'nachts. Je staat op. Je ontbijt. Je maakt je klaar om naar de koers te gaan. Je koest 5 uur, maar eigenlijk zit je gewoon de hele dag uit te kijken naar dit moment. En dat is een massage van onze Kenny. Hoe zijn de beentjes? Goed. Goed? Goed. Dat is goed dan, hè. Vroeger dan verwacht, aan tafel, 9:30. Altijd goed. Kippetje. Pasta. Groentjes. Ah nee, bureepataten. Een of andere rijst, denk ik. Quiche, brood, pasta, groentjes. En speciale appeltaart, denk ik, met wat kaas of zo. Zal wel iets typisch Pools zijn. En een nieuwe vriend voor jullie, Christian Sbaragli. Ciao, Grandi. Het is nu 10:30. Nog rap een kwartje eten. Voor de laatste recuperatie. Samen met de Senne nog rap een filmpje kijken. Hoe noemt hij? Focus. Focus. Senne zegt dat het een hele goeie is. Hij heeft hem al 2 keer gezien. Dus voor hem is het een derde keer. Voor mij zal het mijn eerste keer zijn. Dus ik ben benieuwd. Slap al. Goedemorgen. Het is... wat is het? 20:40. De eerste rit is voor mij altijd een beetje een shock op het lichaam. Ik ben echt versleten eigenlijk. Maar ja, ik denk dat er nog wel anders zo voelen zeker. Ik weet niet zijn dat hij voelt. Ik ben nog juist wakker, dus hoeveel moment zal er nog? Dus je bent klaar voor dag 2? Ja. Het is ook belangrijk dat we elke ochtend een health check doen bij onze Tom. Hij is nieuw in de ploeg, sinds dit jaar al. Maar we hebben allemaal een goede bijnaam voor hem gevonden. Dit is Tom, ook Sandro. Maar Tom heeft eigenlijk het bijnaam gekregen van Bascule. En de reden daarom is dat hij heel de dag rondloopt met een weegschaal in zijn hand. En dat we hele toch minstens 3 keer bij hem op een Bascule mogen staan. Ja, maar ja, alles voor een reden. Dat is belangrijk, hè? Dus. Om voor een hele wedstrijd gecheckt te worden. Voilà. Gezond zijn is belangrijk in de koers. Gelijk de gewone mensen en de meeste mensen starten ook wij de dag met een koffie en een lekker ontbijtje.